Ja, ik heb er wel van gedroomd, ja. Ja, ik droomde het wel, ja. Ik heb wel gedroomd van ooit dus, dat ik toen mijn eerste kookboek las van Cas Spijkers. En wel zo'n soort droom van, ik hoop dat ik ook ooit zo goed was hem. Dit is wel iets wat bij onze keuken hoort. Kijk, wij doen natuurlijk heel veel met visschalen en schelpdieren. En die worden op allerlei manieren bereid. Met dit kun je heel mooie smaken brengen. Hè? Dus dat geeft dan weer een soort barbecue smaak die je dan met die visjes of die stukjes vlees, dat bijvoorbeeld een duifje, gaan straks een duifje doen. Dat geeft toch een heel speciaal smaak af. Ja, ik denk dat dit ding 25 jaar oud is. Edwin Vinken, topkok en samen met zijn vrouw Blanche eigenaar van de Kromme Watergang in Slijkplaat. In 2011 werd hij uitgeroepen tot kok van het jaar. Hij werd het meest markante horecaondernemer en beloond met 2 Michelinsterren. En ieder jaar stijgt zijn naam op de lijst van beste koks van Nederland. De Kromme Watergang opende in 1993. Er zei op een gegeven moment iemand tegen ons, god, je moet eens op Slijkplaat gaan kijken. En ik kom zelf uit Breskens, was hier nog nooit geweest. En daar stond dit schooltje. En dat schooltje, ja, ik had gelijk zoiets van, ja, dat is het. En Blanche werkte toen in de tijd met mijn moeder in de kapsalon. Dus ik kwam terug met kippenvel en ik zei, ja, kijk, hier kunnen we beginnen. En toen dacht ik al, nu al. Maar goed, we zijn hier gestapt. Ik was 21 en toen 23, dat is erg vroeg, erg jong. Nee, dat was helemaal niet makkelijk. We hebben de eerste 10 jaar gewoon echt afgezien. En, het is gewoon ontzettend moeilijk om dan mensen naar hier te krijgen. Maar we waren toen 7 dagen open in de week om te kijken hoe het ging. Maar we hadden soms dagen dat we gewoon zaten te wachten op klanten. We eten altijd wel om 11:30. Omdat, om 12:00 komen de gasten. Dus om 11:30 wordt er altijd gegeten. En we proberen ook altijd om 5:00 te eten. Okay. Dus dat is wel belangrijk ook, hè? Goed ook eten. Want ik eet zelf alleen maar groenten. Dus groente of vis. Omdat je natuurlijk de hele dag, je moet voor alles proeven, je moet voor alles doen. Dus dat is nu, 's middags zit ik gewoon slaaf. En tomaatjes en dingetjes en dat soort dingen. En s'avonds eet ik heel veel groenten en vis. Wat gezond is. De mensen komen het gemakje binnen nu. En dan begint het zo. Mijn omslagpunt was op een gegeven moment toen ik zag Gordon Ramsay op televisie. En die man die stond daar te schelden en te doen en weet ik veel wat. En ik was toen ook best wel een driftkikker in de keuken. Ja, dat schelden dat komt een beetje voort uit, denk ik, uit onmacht. Hè? Dat je zelf niet alles onder controle hebt, dan ga je... En toen zei Blanche tegen mij van, god, die zie je zelf staan zeker? Ik zei, ja, ik ben ook altijd nogal nijdig af en toe. Dus ik zei, ja, ik wil er wel graag naar die man toe, ik wil die man graag ontmoeten. En toen zijn we naar Engeland toe gegaan, al onze centen een beetje bij elkaar gespaard en naar Engeland toe. En ik heb die man ook ontmoet, daar. Fantastisch gegeten, ja, schitterend. En ik heb met Gordon Ramsay zijn we op een gegeven moment in gesprek geraakt. Hij had toen nog maar 2 Michelinsterren, was toen nog niet zo bekend. Ja, want nu, die man zie je natuurlijk nooit meer nu. Maar hij was toen nog niet zo bekend en met die man in gesprek geraakt. En we zijn teruggekomen en ik heb nog een week, we hadden nog vakantie. En ik heb een week in de keuken gestaan, dag en nacht. Ik zei, ik wil ook doen wat die man doet. Oké, okay. Go. Toe turbo. Op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd, weet je wat we doen? We hebben nu al 10 jaar ontzettend veel moeite gehad om dit draaien te houden. We gaan gewoon doen wat wij leuk vinden. En dat was eigenlijk de grote omslag. We gingen onze eigen muziek draaien. Blanche schilderde heel het restaurant zwart. Ik ging mijn eigen dingen koken. En we gingen onze eigen manier, wat wij denken dat leuk is. Zo zijn we op een gegeven moment gaan koken. In 2005 lid mogen worden van La Patron Cuisinier, wat een mooie club is. Daarna, in januari, kregen we onze eerste Michelinster. Dan is het net of er een vlag in de tuin wordt gezet. En toen ging het echt... heel erg lopen en
Ja, en ja, van een paar man personeel ja, hebben we er nu toch niet allemaal fulltime, maar toch wel een stuk of 20 op de loonlijst staan. Dus dat is heftig. Je moet er wel even op geven. En kijk, en nogmaals, het is een soort levenswijze geworden. En ik heb geluk natuurlijk dat ik Blanche mee heb. En dat we met z'n tweeën kunnen doen. En die kinderen die van ons, die zijn het ook al gewend. Dus die zijn er ook in meegegroeid. Ik denk ook niet dat ze tekort komen. Want ik bedoel, maar ik heb zelf ook al een vader en moeder gehad die altijd werkte. Ja, dat is een beetje het is een manier van leven. Maar je moet er inderdaad... kijk, onze zoon zit zelf in de horeca. Dus die weet precies wat het is. Onze dochter zit daar niet in. En die vraagt zich soms wel eens af van God, kunnen wij nooit eens in het weekend op zaterdagavond lekker met z'n allen wat eten? Of kunnen wij dan niet eens op zondag naar een pretpark of weet ik veel wat? Die vragen die zijn er wel. Maar ja, voor de rest, ja. Nee, ik geloof niet dat, nee. Het is een levenswijze. Nee, het is veel. Het is... we streven altijd naar meer. En dat doen wij met z'n allen, heel ons team. Natuurlijk. Maar een derde Michelinster, nee. Voorlopig alsjeblieft even deze bekom en alles weer op punt zetten. Dat is belangrijk. Ik doe mijn eigen ding. En daar ben ik heel gelukkig in. En wat dat meebrengt op lijstjes en op publiciteit en dat soort dingen allemaal, dat sta ik eigenlijk niet meer stil. Dat is niet de ding waar je voor doet. We doen het voor de fun en steeds verder. En kijk, we hebben nu die grote tuin voor de deur. Dus alles wordt steeds meer verfijnd en steeds ga je steeds verder. En bijna alles moet levend in de keuken komen. Hey, dat het zo levend mogelijk op bord, of zo vers mogelijk op bord komt. We spelen met groentes, we spelen met van alles. Dus het spel wordt steeds leuker. Hoe verder je komt in het spel, hoe leuker het is om te spelen. Koken is een ambacht, koken is geen kunst. Kunst, ik zie soms kunstenaars op televisie die dan de mooiste schilderijen maken of weet ik veel wat. Dat zou ik zo graag kunnen, echt, dat lijkt me helemaal fantastisch. Maar dat is echt kunst. Maar jij maakt schitterende gerechten. Jawel, maar het blijft een ambacht. Het blijft altijd goed omgaan met een stukje vis, goed omgaan met een stukje groente. Hoe verwerk je dit, hoe verwerk je dat. Dus, en het moet ook een ambacht blijven, denk ik. Maar iemand die in Zeeland komt, hij komt hier toe. Komt hier op vakantie of op eten of wat dan ook. En dan moet je een typische Zeeuwse keuken serveren, denk ik. De mensen moeten proeven dat je hier aan de zee zit. En er zit eigenlijk... alles wordt gekookt in zeewater, alles wordt bereid met zeewater. Overal zit toch wel minimaal iets van schelpjes in. Of het van een warm tot een koud gerecht is. Kijk, hebben we hier bijvoorbeeld een stukje kabeljauw. En zitten er weer scheermesjes op. En zo zit er overal zit er wel iets van schelp hier nog. Wat ik heel belangrijk vind en blijf vinden, is dat we zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen, in Zeeland. En dat we Zeeland op de kaart zetten. En die prachtige producten die we hebben, dan hebben we hier een stukje natuurgebied. Hey, wat eigenlijk, dus als je bijvoorbeeld hier begint op de Wadden, heb je een stukje natuurgebied. Dan heb je heel de Nederlandse kust, heb je helemaal niks. Dan heb je weer een stukje natuurgebied. En dan heb je de hele Belgische kust, tot de halverwege Frankrijk bijna, begint Frankrijk niks. En dan krijg je pas weer een stukje natuurgebied. Dus wij hebben natuurlijk op een stukje grond hier waar alles is. Kijk, als we blijven kampen met de wereldwijde voedseltekorten. En we kunnen dat oplossen met zilte groentes. Waarom niet? En het is super, super gezond. En we hebben die... Die staan in een bak in de koelcel. Misschien leuk om even te zien. Wat die pepers uit? Dus we hebben zelf een soort aquarium gemaakt. Kijk, en daar staat het in. Dat is allemaal levend zeewier. Er zit gewoon een vijverpompje op. En dat, dus dit is bijvoorbeeld dit is verse wakame. Dit is roodhoortjes wier. Ik heb bijvoorbeeld ooit voor Johan Cruijff mogen koken. Dan heb ik
drie nachten niet van slapen en de hele dag mijn kippen van gelopen. Maar als je dan kijkt, dat wij waren dus voor hem aan het koken in de arena, in Amsterdam Arena. En iedereen was doodzenuwachtig. Ja, we moeten koken voor Johan Cruijff. En als je dan weet dat die man, die loopt dan gewoon nog de keuken in. En die gaat al die jongens bedanken. En die praat met al die jongens. En die staat zich voor aan al die jongens. En dan denk ik, kijk, dan ben je een groot man. Als je dat nog doet. Nee, terwijl je al zoveel bereikt hebt. En dat vind ik wel heel belangrijk. Godverdomme, daar ben je nog wel. Ja. Ja, dat is gaaf. Dat is mooi. Ja, je mag Henk. We gaan even kijken, Hendrik. We gaan even kijken wat er voor bullingen zit. Want anders kan je ze zo in het zout gooien. Oké. Okay. Dan zou je een handje bij zitten. Maar ik denk dat dit er even moet, die bullingje. Ja. Gaaf, hè? Mooi. Ik kan zo verschrikkelijk enthousiast zijn. Ook in mijn vak en van alles en nog wat. Dat ze er wel eens moe van worden, allemaal. Dan staan ze me wel eens aan te kijken van, oh, wat bedoelt hij nou weer? Wat gaat hij nou weer doen, weet je? Dus dat. Maar dat is misschien ook wel een goede eigenschap. Ja. Dat zijn die duifjes van vanmorgen, hè? Die vanmorgen in die barbecue zaten. Dale, put the red one here. This one. Guys, put the red one extra here. En het lijkt me ook heel erg leuk dat straks mijn zoon bij mij in de keuken staat. Dat lijkt me wel geweldig.